Anton, ik sprak jou in de winst op. Toen zei je, we gaan dit seizoen voor een prijs. Nou, je hebt het kampioenschap net niet gehaald. Uh, wel de narkompetitie, hoe voelt dat? Nou, het voelt wel, moet ik zeggen, als een, als een kleine teleurstelling. Uh, je speelt uh, op dit moment in een klasse waarbij de ideale kans had geweest voor welke ploeg dan ook. En dus ook voor ons om de titel te pakken, waardoor je ja, promoveert. En nu uh, moet je nog een keer aan de bak. En uiteraard zijn de mogelijkheden er wel degelijk. En daar vandaan moet je proberen die prijs, wat misschien een troostprijs is, wat ik net zeg. Maar je kan hem wel pakken. En daar moet je voor gaan. Met z'n allen vol, vind ik. Uh, nou, het voelt niet, eerlijk gezegd niet als een prijs. We, ja, we, we hadden voor het kampioenschap moeten gaan. Dat hebben we helaas laten liggen. Ja, we kunnen er nog een prijs van gaan maken nu in de na-competitie. Ik hoop dat dat gaat lukken. Waar is dit seizoen misgegaan als je kijkt van dat je het kampioenschap niet gehaald hebt? Nou, in de wedstrijden waarin we of verloren hebben wat niet nodig was. Of gelijk gespeeld hadden, waar we drie punten hadden kunnen halen en moeten halen in sommige gevallen. En, en dan uh, ja, had je een aantal punten meer gehad. En dan had je op de positie gestaan waar Blauw-Wit nu staat. En ook de laatste wedstrijden. En dan had je alles op je af kunnen laten komen. En nu ben je aan het jagen geweest. En dan weet je dat na Zandvoort thuis het heel lastig wordt als je zelf niet wint. Dat het gat dusdanig is dat je alleen een beslissingswedstrijd kan afdwingen. Ja, en dan weet je, de laatste wedstrijd ook dat je bij een stand bij Blauw-Wit voorstaat. dat je de handrem eigenlijk een beetje aan moet trekken om uh, je spelers heel te houden en niet in de uh, schorsingen terecht te komen. Waardoor je gewoon met volle bak in ieder geval de nacompetitie in kan gaan. Wat zijn de kansen in de nacompetitie? Ja, Dat is lastig in te schatten. Uh, het zijn uh, sterke ploegen waar je tegen gaat spelen. De vier ploegen die wij kunnen gaan treffen. In ieder geval is dat in eerste instantie Monnikendam. En daarna krijg je de winnaar van Cadoule tegen uh, Hellasport. Uh, dat zijn niet de minsten, denk ik. Uh, Hellasport speelt nu tweede klas. Uh, Monnikendam uh, heeft uh, voor dit jaar tien jaar tweede klas gespeeld. Dus uh, we kunnen aan de bak. Scoren ook veel, hè, Monnikendam? Net als jullie. Ja, 89 keer volgens mij, wij iets minder volgens mij. Maar goed, uh, dat kan ook misschien aan het niveau in de klas afhangen. En bepaalde kwaliteit op bepaalde momenten, daar kijk ik niet te veel naar. Het is wel een gegeven inderdaad dat ze makkelijk scoren. Wij ook. Dus uh, dat zal om het even zijn, denk ik. Weet je nog meer van de tegenstander? Ik weet dat jij altijd goed je huiswerk doet als je, als je naar andere ploegen gaat of andere ploegen op bezoek komen. Wat weet je van dan? Zijn Er zijn bepaalde dingen waarvan je zegt van daar kunnen wij onze slag op slaan. Nou, ik weet wel het een en ander inmiddels. Ik heb uiteraard, uh, zoals je zelf al zegt, maar, huiswerk wel gedaan. Uh, her en der wat informatie probeert in te winnen. En uh, ik denk dat er voor ons wel degelijk mogelijkheden zijn zaterdag en de zaterdag erna. En, en dat zal voor hun misschien ook gelden. Wij moeten onze slechte kwaliteiten, uh, of onze mindere punten, gewoon zo snel mogelijk proberen weg te halen. En hun uh, slechte kwaliteit of mindere punten snel mogelijk bloot te leggen. En we moeten thuis onze slag slaan, denk ik. Waardoor we volgende week in ieder geval een goede kans maken om het af te maken. Zijn jullie dan een, een, een ploeg? Waarvan je zegt van die hoort eigenlijk wel in die tweede klasse thuis? Nou ik denk dat wij uh, alleen maar beter gaan voetballen als we in de tweede klasse terecht zullen komen. Ja. Andere, andere ploegen hè, zijn het dan die, die anders voetballen? Ja, ja heel, an heel anders voetballen en uh, die, die willen ook gewoon voetballen. Die willen ook het spel maken dus krijgen wat meer ruimtes ook. En uh, ja we hebben zelf ook geoefend uh, tegen tweede klasse dat ging ook goed. Spe spelen we zelf ook veel beter dus ik denk dat we, als wij in de tweede klasse terecht zouden komen dat we ons uh, goed staande kunnen houden. Ze moeten klaar zijn. Uh, als ik wedstrijden kijk die wij dit jaar gespeeld hebben tegen onder andere DOKOS. Vorig jaar ook in de competitie en Valken 68. Uh, die ploegen spelen alle twee nu voor promotie. Vier daarna komt die naar de eerste klas. En daar spelen wij gelijk tegen. Dat zijn uiteraard geen garanties, want dat zijn eenmalige wedstrijden. Maar dan denk ik dat wij wel klaar zijn om uh, tweede klasse te gaan spelen. En dat roepen ook heel veel mensen, ook tegenstanders. Alleen dan moet je wel op bepaalde momenten altijd thuis geven. En niet sommige momenten afwezig zijn. Jij ja, wil ook denk ik wel graag dat stapje hoger opmaken. Ja, ik denk dat deze ploeg voetballend uh, er zeker aan toe is. Uh, en ik wil heel graag inderdaad op een hoger niveau spelen. Waardoor je... Uh, uh, constant getriggerd wordt om, om uitdagingen op te gaan zoeken en beter te gaan spelen. En, en je punten die je zelf heel goed bent nog te gaan verbeteren. En je mindere punten uh, komen dan echt aan het, aan het blicht. En die moet je dan echt gaan, uh, gaan weghalen.